Diana Slijf het acrylverf gieten. Nou, ik heb nog heel even mijn kleine statiefje. Want het is vandaag zondag. Gisteren heb ik mijn onderzetters gegoten. En dat hebben jullie als het goed is natuurlijk dan al gezien. En nu wil ik op een iets groter canvasdoekje. Dus hij past er net niet op. Maar waar ik hem voor wil gebruiken wel. Ik wil deze gaan besmeren met verf. Normaal gebruiken mensen een PVC-pijpje. Die heb ik dus niet. Maar wat heb ik wel? Een deksel van een normaal een koffiebeker of een fruity beker, weet ik veel. In ieder geval, het is een beker. Hier zit een gaatje in met een slap dingetje zit erin. Dus nou hoop ik, als ik dit besmeerd heb met zwarte verf, dat ik die erop zet en hier allerlei kleurtjes in gooi. En dan zo bewegen. Dat is mijn bedoeling. Dus mocht je voortaan bij bijvoorbeeld Starbucks een speciale koffie drinken in een beker meenemen en je hebt zo'n dekseltje, bewaar hem, spoel hem af. Maar eigenlijk heb je dus de PVC-pijp De PVC-pijp heb je dus eigenlijk nodig, maar dat is eigenlijk de bedoeling hiervan, maar dat heb ik dus niet. Nou, dan ga ik hem even besmeren met zwarte verf. Oeh, dat is denk ik wel een beetje veel. Dus het wordt natuurlijk weer een kleedeboel. En ik heb hier nog in een bekertje wat ik had opgevangen. Dus dat wil ik straks hierin gooien. En ook dan met dit. Zodat ik toch het verf hergebruik wat ik dus nog over had van gisteren. Maar nu ga ik eerst dit besmeuren met verf. Nu hebben we de andere kleurtjes verf. En die ga ik dus hierin gieten. Ga ik er nog meer bij gieten of ga ik het gewoon een keer hierbij laten? Ik ga er wel meer koper bij doen. Want dat vond ik heel mooi. Oh, we hebben wel mooie zelfvorming hier al in. Zo. En dan ga ik dat hiermee doen. Dat andere wat ik in dit pakje heb. Dit. Zie je, dat kan ik op zich zo in één keer gieten. Dan krijg je al wat effect. Of ik ga het roeren en dan maak ik er één kleur van. Maar die bewaar ik toch voor een ander project. En dan ga ik hem dus nu gewoon bewegen in de hoop dat het eruit komt. En dat komt het dus niet. Dus ik moet dat dingetje wat hier aan de onderkant nu zit, moet ik... Oh, er komt wel iets. Oh, jawel. Oh. Kijk. Wauw. Het lukt dus wel. Ik kan weer een beetje opschuiven voor jullie. Wauw. Nou ja, dat mag ook wel, want de vorige video's waren toch... Oh, het is al op. Niet helemaal gegaan zoals ik wilde. Oké, het is al op. En ik vind het toch nog iets te weinig. Dus ik gooi er gewoon wat rode verf bij. Oh, sorry. Het zal niet. Er gaat naast met een en ander mis. En dan gooi ik er die kleur nog even bij. En dan wil ik er nog een beetje roze bij doen. Oh, die is bijna op. Zo. En dan hebben we volgens mij hier nog een beetje brons in zitten. Bronskoper. Ik weet eigenlijk niet welke kleur dit ooit is. Ik laat mijn statief even zo staan zonder te bewegen. Maar ik ga even een klein stukje die kant op. En dan moet ik hem met beleid rustig aan bewegen. Oh. Zie je, want nu trek ik hem... Oh, dat zien jullie net niet. Nu trek ik hem iets meer in de streep. Zal ik er nog meer bij doen? Nee, anders wordt het te veel. Dan wordt het zo meteen weer een hele dirty pour-achtig iets. Oké. Die staat. Wauw. Zie je? Wauw. Nou ja, het is toch een beetje PVC-achtig. En nou wil ik hem niet
Nou ja, zoals je ziet zit het er veel verf op. Maar ik ben dus bang als ik hem te veel ga bewegen, dat ik dan dus het verf kwijtraak. Of de cellen kwijtraak. Dus ik ga nu eerst met mijn brander erover dit keer. Er zitten wel heel veel luchtbellen in, maar ja, dat is logisch. Dat komt door het bewegen. Dat er veel meer luchtbellen in zitten. Wauw! Want dit is hetzelfde verf als in de vorige video. Vorige twee video's. En moet je nu zien. Maar ja, er zit wel wat te veel verf op. Dus ik moet hem iets bewegen. En dan moet ik hem nu toch echt een keer rustig bewegen. Zodat we de cellen dit keer niet zo overrekken dat er geen cel meer te zien is. Maar ja, er moet wel wat verf af. Oh, daar is het zwarte niet zo mooi. Dus dan moet ik een klein... Oh, rustig, Liana, rustig. Kijk, want hier zie je dus al dat ze gaan overrekken. Nou, dat vind ik niet zo heel erg. Maar ik wil niet dat ik het zo overrek dat ik alleen maar strepen zie. Maar ja, daar zien we dus een stipje zitten. Een druppel, laat maar zeggen. En die wil ik wel weggewerkt hebben. En hier zie je dat dat zwart niet heel mooi zit. Maar ja, dat kan ik nog aanstippen. Maar hij moet hier bij dit stipje moet hij komen. Oh, dit vind ik dus wel het lastige van acrylverf gieten. Dat je moet hem soms toch bewegen als er te veel verf op zit. Moet je hem dus soms wel bewegen. En aan de andere kant heb ik wel eens, en dat ga ik nu ook doen, ik ga gewoon het risico nemen of hij gaat barsten of niet, of er te veel verf op ligt of niet. Want kijk, wat er nu al gebeurt, en ja, dat vind ik niet mooi. Oh, en dan kan je nu ook heel mooi, zou je nu met een rietje kunnen blazen. Maar dat gaan we ook niet doen. Wauw. Dit is even boven verwachting. Zie je? Sommige stukjes. En dan kan je dus zien. Het ene verf is wat dunner als het andere. Dus het ene vloeit wat meer als het andere. Maar nu heb ik hem een heel klein beetje schuin. En dan zie je die oranje. Die is dus blijkbaar wat dunner. Dus die wil echt blijven vloeien. En die andere kleuren. Die vloeien niet zo. Nou, ik moet wel zeggen, het is een andere ontwerp, als je het zo kan noemen, wat de bedoeling was. Want ik had met de VVC-buis maak je een soort ja, sliert. Dat was hier ook de bedoeling, maar dat gebeurde dus niet. Wauw. Ik vind deze kleuren toch wel heel mooi hoor, op dat zwart. Ik durf hem gewoon niet meer te bewegen. Een klein stukje terug. In de hoop. Kijk, deze cellen, die blijven. Oh, wat is dat mooi, zeg, met die brons. Ik zeg wel steeds koper, maar volgens mij is het brons. Oh, je kan het nu wel heel mooi zien bewegen. Toch is het eigenlijk dus wel een goede plek, zo, die statief. Je ziet het nu wel op een andere manier meteen. In plaats van... Deze zou dus inderdaad... Vanaf hier moet ik het gaan filmen. Want volgens mij ben ik dan en ook beter te verstaan. Omdat ik dicht bij mijn mobiel zit. En... laat ik hem eraf lopen of niet. Maar hij loopt er al af. En... Jullie kunnen nu heel goed zien... Wat er dus gebeurt bij bewegingen. Oh, waarom zit er nou... Oh, die zwarte stipjes kan ik gewoon bijwerken. Kijk, dit hoekje laat ik sowieso zo. Ik denk dat ik hem gewoon zo moet laten. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel.
En dat kan ik jullie nu wel een keer laten zien. Heel duidelijk wat er allemaal gebeurt. Hier dit stukje nu, dit, dat oranje, dat vind ik dus niet zo heel mooi. Zie je? Het oranje is blijkbaar dunner, want daardoor beweegt dat dus veel meer. Veel meer als de andere kleuren. Ik ga nog één keer met de brander erover en dan laat ik hem zo. Ik ga er ook niet met een... ik doe alleen hier die puntjes, die doe ik weg, want die vind ik gewoon echt niet mooi. Ik had trouwens in het zwart van dat goudpoeder ingedaan, te kijken of dat wat doet. Maar volgens mij doet dat dus niks. Misschien als het droog is dat je daar dus wel zo'n glimmertje in gaat zien. Dat gaat trouwens uit zichzelf al uitlopen. Kijk maar, zie je aan de bovenkanten? Zie je hier onderaan en daar bovenaan? Zie je, doet het zelf al hele aparte dingen. Ja, ik ga de branden erop doen en dan ga ik er gewoon mee stoppen. Voordat ik dit ga verpesten, want ik vind hem heel erg mooi. Behalve dat middenstuk dus, waar hij nu op schijnt, dat daar zie je dus wat je dus normaal ook hebt als je hem dus te veel beweegt. Oh, maar die metallic kleur, dus die brons, nou, die komt nu echt heel, heel mooi uit. Nou, dit dekseltje, dat ga ik dus vaker gebruiken, zeg. Wauw. Nou, zo kan je dus ook verrast worden met je acrylverfgieten. Mijn vorige video's waren dan allemaal geen succes. Dat hebben we ook allemaal, dat de ene keer wat beter lukt dan de andere keer. En, ja, dit keer is het geslaagd. Ik zie niet dat er nieuwe cellen komen ergens. Nee. Maar deze gaat nog uitwerken hoor. Ik blijf er vanaf. Maar het gaat uit zichzelf. Gaat het nog uitwerken. Ik ga mijn handschoenen uitdoen. En dan ga ik hem... Dus kan ik hem dus nu makkelijker dichterbij laten zien. Nou. Kijk, want nu doe ik hem omhoog, maak ik hem los en dan, kijk, zie je, hij werkt dus nog door. En dat zal nog wel even doen, omdat je dus toch verschillende diktes van verf had ik. En je krijgt ook nooit elke kleur exact dezelfde dikte en het hangt ook nog weer per kleur af. Maar dit is dus het resultaat. Alleen hier in het midden, dit stuk, dat vind ik niet mooi. Dus daar zou ik met een liedje doorheen kunnen blazen, dat mooier wordt. Maar dat doe ik niet. Nee, nee. Kijk, en die uitloop. Wauw. Ik zal hem even in de hoogte houden, want nu kan ik hem zo natuurlijk wel helemaal erop zetten. Alleen nu zie ik het zelf niet, maar ik neem aan dat jullie hem nu helemaal zien. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En vind je het nou leuk om naar mijn gestuntelvideo's te kijken? Ach, ik ga het toch een keer zeggen. Dan kan je natuurlijk altijd bij mij abonneren. Dan kan je dus en zien hoe ik dus acrylverf giet op mijn manier. En eventueel, als je het ook leuk vindt om te zien, een inkijk in mijn leven, kan je natuurlijk mijn vlogs bekijken. De keuze is aan jou. En ik merk het wel voor jullie gaan abonneren. Ik zou het enorm waarderen als jullie gaan abonneren. Doei!